C'est le plus important dans le foot, c'est de se créer des occasions, c'est ce qu'on a su faire, de très belles occasions, mais on n'a pas su les mettre au fond, donc on est forcément déçu de ça. Ik denk dat we Bayern heel goed hebben vastgezet, heel hoog, waardoor dat zij met momenten in moeilijkheden kwamen en van daaruit konden we hoog de bal recupereren en dan weet je dat er ruimte ligt en dan, ik denk dat we die ook goed benut hebben, maar ja, jammer genoeg kunnen we die kansen niet afmaken dan. Perdre ce match, c'est difficile, on a fait un très bon match. Je pense qu'on aurait mérité de faire match nul ou encore plus de peut-être de marquer, mais malheureusement, on perd une nouvelle fois en Ligue des Champions, donc beaucoup de déception. C'est jammer, vooral de eerste helft, omdat je dan toch wel veel energie hebt verbruikt. Je verdient dan ook om op voorsprong te staan. En dat is dan wel een beetje frustrerend, maar oké, we hebben gedicht in de rust. De volgende is erin. Alleen ja, de eerste kans dat zij krijgen, de tweede helft. Ligt erin, dus ja, dan moet je achtervolgen. Gelukkig komen we dan nog terug. En dan was het denk ik een beetje hinken op zijn gedachten. Ja, ik denk dat er sommigen de 1-1 wilden verdedigen, een beetje naar achter liepen. En dan sommigen die dachten van er zit meer in. We gaan voor de overwinning, dus ik denk dat dat een beetje het probleem was. Ça fait plaisir de marquer en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, surtout que ça nous permettait d'égaliser et de nous redonner un petit coup de boost, de nous redonner le moral. Mais j'aurais préféré qu'il puisse apporter au moins un point à l'équipe. Ik denk dat het een beetje altijd het plan is van ons om proberen de tegenstander hoog druk te zetten en hoog vast te zetten. Maar ik denk dat vandaag heel goed eruit kwam. Ik denk dat iedereen goed doorschoof op een man, waardoor dat iedereen van Bayern onder problemen kwam. En zelfs tot aan de keeper toe denk ik dat we heel goed druk gezet hebben. Maar oké, ja, het is dan jammer dat we dat niet kunnen belonen met een doelpunt. We hadden de hoop dat als we hier een punt vandaag konden nemen, ja, dan spelen we toch voor iets, allez, voor die derde plaats nog in Celtic. Oké, nu ga je naar daar voor een goed resultaat en ja, daar gaan we alles aan doen dat we er een goede wedstrijd van kunnen maken. Tja, het zal zeker en vast niet gemakkelijk worden, hè, maar oké, het is voetbal, we moeten erin blijven geloven, anders kunnen we even goed gewoon niet gaan. Dus in die zin denk ik dat het voor ons belangrijk is om er alles aan te doen, zoals vandaag met een hoge press en hun zo snel mogelijk proberen vast te zetten en dan vandaag misschien hopelijk dan die kansen wel af te maken en dan weet je maar nooit op Celtic. C'est le dernier match, de toute manière, on est obligé de gagner. Voilà, on a plus rien à perdre. On va voir avec le coach comment il veut qu'on aborde ce match.